Goeiedag iedereen, dit is, ik sta hier achter het monument op de Dam. Hier. En dit is een filmpje over de demonstraties vanmorgen. Het is nu vrijdag, dus het filmpje zal pas vannacht online staan, dus u ziet het waarschijnlijk op zaterdag. Maar dit is dus een filmpje over de demonstraties op zaterdag. Staat er iemand? Even kijken hoe dat gaat werken. Eigenlijk vrij simpel. We zijn namelijk heel flexibel. Nou. We zitten hier in Nederland. En ja, je kan het zien. Er lijkt helemaal niks aan de hand in dit land. Bijna niemand in gele hesjes. Dat is jammer. Maar dat is niet anders in het Verenigd Koninkrijk. Of in Duitsland, of in Canada, of in Australië. Ja, in Australië wel vandaag 30.000 man de straat op. Maar in de rijkere landen werkt het meestal zo. Als hele extreme dingen gebeuren, gaat iedereen de straat op. Maar daarna zakt het weer in, want ja, de meeste mensen hebben het goed. En die paar hele rijke landen, daar zit alle macht. Ik ga het niet te lang maken. Helaas zijn er weinig gele hesjes, maar ze zijn er wel. En het is heel belangrijk dat ze er zijn. Het is heel belangrijk dat wij er zijn. Want bij de vorige economische crisis, nou jaren 30 was echt crisis, maar bij de vorige... Ja, bij de vorige economische, bij de creditcrunch, laat ik het gewoon bij zijn naam noemen, was er helemaal niks. Dus omdat er helemaal niks was, dachten de superrijken daarna, nou, weet je wat we doen? We maken het nog gewoon nog veel beter voor onszelf. Dus het is heel belangrijk dat we er zijn, dat we structuren opbouwen. We hebben ook een belangrijke functie in het ondersteunen van Frankrijk. Daar ga ik het een andere functie over hebben, andere video. Maar in deze video gaat het alleen over de demonstraties van morgen. Dat is waar deze video over gaat. Ja. Morgen is er een demonstratie, tenminste, ik heb het eventjes gevraagd aan Paul Koning en Ronald Nuus. Op Facebook, ga je morgen demonstreren? Nou, ik had nog geen antwoord gekregen toen de deur uitging. Dus ga er maar vanuit dat ze er zijn. Ga er maar vanuit. Ze zijn er namelijk zo goed als iedere zaterdag. En ik ga vanaf nu ook, zeg, iedere vrijdag een video online zetten. Waarin ik aangeef of ik iets van ze gehoord heb en zo ja wat en wat ik weet van de laatste weken en zo. Nou, ga er maar vanuit dat ze er morgen zijn om 1 uur. Dus iedere zaterdag geen lesjes voor het Centraal Station. En voor het Centraal Station, dat is de stadskant. Nou, wat is de stadskant? En ik ga even dus, weer... Ik ga eventjes weer, dat mensen hier belachelijk maken, dat is niet vreemd. Maar ik ga weer eventjes de camera oppakken. Je moet hier wel ergens tegen kunnen. We zijn dus hier. Nou, we zijn op het plein, dus hier kan je gewoon iedereen filmen. Dit is iets anders dan de pont. Morgen dus een demonstratie voor... De Dam, voor het Centraal Station verzamelt men. En... Nou, die vlag valt op, dat is leuk. Ik ga hem even afdekken. Voor het Centraal Station om 1 uur en voor de rest morgen waarschijnlijk helaas helemaal niks in heel Nederland. Ik zie wel dat er weer wat meer acties beginnen te komen. Dat is op zich goed. Oh kijk, dit is leuk. Ik zie wel dat er weer wat meer acties beginnen te komen. Dat is op zich leuk. Maar het kan allemaal veel meer, veel beter. Maar in ieder geval, morgen zijn er gewoon 2 gele hesjes voor het station. En voor het station betekent de stadskant. Nou, wat is de stadskant? Dat is daar achter die gebouwen. Nou, dat helpt dat? Nee, dat helpt niet. Nou, wat helpt wel? Als je het Centraal Station uitloopt, dat kan alleen aan de voor- en de achterkant, dat kan niet aan de zijkant. Dan zie je links voor je een kerk of niet. Als je links voor je geen kerk ziet... Dan ben je niet aan de stadskant, maar dan ben je aan de waterkant. Dus dan zie je heel veel water voor je en ponten en zo. Dan moet je naar de andere kant. Als je, dit is best wel een leuke vondst.
Als je wel links voor je een kerk ziet, dan ga je gewoon rondkijken. En waar zoek je naar? Is er een afspraakpunt? Ja, daar waar de gele hesjes staan, om 1 uur. Je voegt je bij hun, je maakt even een babbeltje, je maakt samen een plan en je voert het uit. Dat is dus morgen. Wat ik ook alvast onder de aandacht wil brengen, is de geslaagde eerste zaterdag van de maand demonstratie op plein afgelopen zaterdag. En dat is de echte shit, mensen. Dat is echt waar het om gaat. Er staan mensen te kijken. Nou, ik ben nu even in de video bezig, anders zou ik ze aangesproken hebben. Dat is waar het echt om gaat. Plein bij het Binnenhof, daar moeten we zijn. En wat ik er even aan toe wil voegen, plein is van de gele hesjes en niemand anders. De gele hesjes zijn het allemaal begonnen. Blokkeerfriezen wil ik met name noemen. Die hebben als eerste laten zien van wij wachten niet, wij doen. Wij doen, wij dicteren, wij bepalen. Gele hesjes is, het plein is dus van de gele hesjes, van niemand anders. Maar iedereen is daar welkom. Er passen geen 17 miljoen mensen. Als we het Binnenhof slopen, dan passen er wat meer. Persoonlijk ben ik daar voorstander van. Een voorbeeld stellen wat heel lang blijft. Nou, ik ben al 6 minuten aan het praten, dus we gaan richting een einde. Dus een voorbeeld stellen wat heel lang blijft. Maar daar gaan ze gewoon in Den Haag zelf over. Het is hun stad. Ik ben blij dat we er gewoon kunnen komen. Zij hebben onze hulp ook nodig, dus dat is allemaal prima. Maar plein is van de gele hesjes, van niemand anders. En iedereen die geen extremistische symbolen meeneemt of niet een heel erg bekende extremist is, is welkom en de rest niet. Zo simpel is het. Iedere eerste zaterdag van de maand, ik denk 12 uur, misschien 1 uur, er komt alweer een video over volgende week. Dus iedere eerste zaterdag van de maand, zeg iedere zaterdag om 1 uur voor het Centraal Station. Daar kan je gele hesjes vinden. Kom erbij, doe mee. En nu gaan we aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Doei!